steeds een beetje verkouden, zoals je hoort. Waarschijnlijk tegen de tijd dat ik dit filmpje plaats, ben ik er vanaf. Dus no worries. Maar ik ben gisteren bij de Primark geweest en ik wilde de dingetjes graag aandoen. Dus ik dacht, dan moet ik eerst maar even een shoplog opnemen om aan jullie te laten zien wat heb ik gekocht in deze maand september. Dus ja, we gaan weer naar het koude weer toe. En dat geeft mij altijd een goede reden om weer even te gaan shoppen. Ik heb een paar leuke outfits die ik ook combineer met elkaar. En althans, dan moet ik straks nog even kijken of het echt leuk staat met elkaar. Ik pas nooit wat, dus ik heb ook niks daar gepast. Dus dit is eigenlijk een beetje mijn try-out. Deze broek zit het prijsje niet meer op, dus ik weet niet meer precies hoe duur die was. Maar ik vind hem echt super leuk. Het heeft van die vlakken hier. En ik heb er nu ook zo eentje aan. Dat is dezelfde, maar deze is van een soort joggingbroekenstof. Een soort zachte stof. En deze is van een iets hardere stof. Dus deze is ook iets steviger. En hij is gewoon lekker stretch. En zulke broeken vind ik echt super handig te combineren met al die lange shirts die tegenwoordig zo in zijn. Dus dat is echt een topbroekie. Hij was volgens mij 11 euro. Sportkleding. Als eerste ook even sportkleding die ik tegenkom. Ik heb al veel te veel sportkleding, dus ik koop niet echt veel sportkleding meer. Tenzij er echt iets uitspringt waarvan ik denk, ja, die wil ik echt wel even uittesten. Nou, dat is natuurlijk de legerbroek. Helemaal cool. 11 euro. Dat vond ik echt heel erg leuk. 7 euro. Dan, deze gaat helemaal handig zijn voor de Midmasters. Ik denk dat ik deze onder mijn shirtje aan ga doen. Dus niet dat je echt ziet dat het zo'n pak is. Maar het is wel super handig, want je broek kan niet afzakken. Het is dus echt zo'n pak voor 16 euro. En dit keer gelukkig niet meer vergeten, sokken. Voor 3 euro. Deze, ook weer leuk leger. Geen idee hoe die staat. En of dit de juiste maat is voor mij. Maar dat zullen we zo gaan zien. Maat 38. 17 euro. Een shirtje bij. Groen. Lekker lang shirtje. Ik vind dat zo top. Dat die lange shirtjes zo in zijn. Want ik heb gewoon echt een heel lang bovenlichaam. En eerder met topjes, dan kwam het altijd precies tot de rand van mijn broek. Maar zodra ik dan mijn armen omhoog deed of even ging bukken, dan, ja, dan zag je gewoon een stukje van mijn buik. En dat is gewoon koud en irritant. En ja, met die lange shirtjes die wat langer horen te vallen, valt het gewoon lekker allemaal overheen. Dus daar ben ik echt super blij mee. Zo. Kiesjes. Volgens mij gaat het echt super leuk staan met die outfit. Ik ben echt heel benieuwd. En ja, dat ik ze al een beetje had is niet zo erg, want ze waren maar 23 euro. Heel erg bedankt voor het kijken naar mijn shoplog. Ik hoop dat je er wat aan had. Heb je nou ook dingetjes ertussen gezien die jij ook super leuk vindt? Of heb je er vragen over? Geef even een reactie hieronder. Dat vind ik echt super leuk en super lief. En een duimpje vind ik helemaal top. En abonneren is natuurlijk helemaal super. Want dan kunnen jullie alle vervolg shoplogs ook zien. Ik heb ook nog een shoplog gemaakt met Jola, mijn dochter van 6. Kijk even naar deze shoplog als je wilt zien wat zij heeft gekocht. Dat is ook wel zo handig voor de mama's die ook kinderen hebben. Dat ze ook kunnen zien wat daar voor leuke dingetjes voor zijn. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!